burgemeester De Bruin. Kees De Bruin. Fijn dat je hier te gast bent. We zijn dit programma begonnen alweer een maand of 8 geleden. Met als gast Margreet van Driel, de huidige burgemeester. Ik vind het ontzettend leuk, ook best wel een eer, dat jij als oud-burgemeester ook mijn gast wilt zijn in dit programma. We kennen elkaar al heel lang. We tutoriëren elkaar dan ook vrij gemakkelijk. We zijn ook leeftijdgenoten, we zijn allebei gepensioneerd. En de eerste vraag, Kees, ik weet dat je het programma een paar keer hebt gezien. De eerste vraag is altijd weer dezelfde, want zo heet het programma ook. Appeltaart of boterkoek? Nou, Wim, dat is heel gastvrij en ik zie het hier ook staan. Boterkoek en appeltaart. Nou ben ik niet zo'n zoete kuil, maar voor één ding maak ik een uitzondering. En dat is voor appeltaart. Dus wat dat er gaat, is mijn keuze duidelijk. Appeltaart, it will be. Kom, we gaan het gesprek. Dank Mooi, dankjewel. Ja, Kees, ik zei het zojuist al. Ik ben blij dat je ons gast wil zijn, onze novembergast. En eigenlijk, omdat mensen dat gewoon ook heel graag willen weten, gaan we maar naar het begin. Waar en wanneer ben je geboren? Ja, kijk eens aan. Ik ben geboren in Utrecht in 1951. Dus dat is alweer een tijdje geleden. En daar heb ik met veel plezier eigenlijk mijn eerste jeugdherinneringen meegemaakt. Ja, was Utrecht een leuke stad voor je? Nou, kijk, het was een totaal andere tijd natuurlijk. Hè. Dus Utrecht was destijds ook nog een, zeg maar, een provinciestadje. Maar in vergelijking met een heleboel anderen heb ik denk ik toch wel een plezierige tijd in Utrecht gehad. Tot hoe lang heb je daar gewoond? Ik heb daar gewoond tot in 1963. En toen gingen wij verhuizen naar Bunnik. En dat was ook weer in die tijd. 1963 was echt een zeg maar een agrarisch dorp met een klein centrum, maar veel gemoedelijkheid. En daar woonden we meer buiten dan in de stad uiteraard. Dus ja, ook een hele fijne periode geweest. Had dat wat te maken met je vaders werk, dat je meer naar een buitengemeente ging? Ja, inderdaad. Mijn vader zat in de paardensport. En dat kon die in Utrecht wel doen, maar dat werd eigenlijk door stadsuitbreiding en dergelijke werd het steeds moeilijker om staande vergunningen te krijgen. Dus op een gegeven moment zei hij van nou, we moeten wat meer naar buiten toe. En toen heeft hij een stuk grond gekocht waar opnieuw een huis gebouwd werd. En een schuur en stallen en dergelijke, waar veel met paarden gedaan werd. Ja, even geheel terzijde, ben je zelf een beetje ruiter gebleven of? Nou, ik zou je vertellen, Wim, ik was aanvankelijk een uitzondering in de familie. Want tot een jaar of 14 vond ik eigenlijk paarden maar hele grote, enge beesten. Ja. Maar toen we eenmaal in Bunnik woonden, toen is dat ijs een beetje gedooid. En uiteindelijk werd ik een ruiter gewoon voor mijn plezier. En dat konden we daar doen aan huis. Ik kon ook te paard wat in de omgeving gaan rijden. En ik heb echt meer recreatief gereden. Dat klinkt wel een beetje verwend zo. In het buitengebeuren, te paard de omgeving verkennen, is niet verkeerd. Nee, zeker niet. Daar heb ik ook echt van genoten. En ook daarin was ik een beetje een uitzondering ten opzichte van de anderen. Want mijn broers en mijn zussen die gingen wedstrijden rijden. En dressuurwedstrijden, springwedstrijden en dergelijke. Maar ik vond het geweldig om te paard gewoon door het bos te rijden bijvoorbeeld. Of langs het strand. Dat was, had ik plezier in. Ontspannend. Ja, mooi. Bij mij komt ook wel een soort beeld op van een burgemeester te paard. Maar zover is het nooit gekomen. Het was wel mooi geweest. Je lagere schooltijd heb je dus in Utrecht doorgebracht. Dat klopt, ja. Ja. Op de Gregoriusschool. De school van de Fraters, we waren van huis uit katholiek. Dus ja. Ik ging naar een katholieke school toe, lagere school. Op een gegeven moment werden die klassen 4, 5 en 6... kwamen ook annex aan het gebouw van de voortgezet onderwijs van de MULO gehuisvest. Toen stroomde ik automatisch door naar de MULO. Ja, Kees, toch even. Ik ken jou als een zeer belezen iemand. Iemand die waar hij over denkt en waar hij mee bezig is ook graag in een theoretisch kader zet. Was je vroeger al leergierig? Vond je het leuk op school?
Ik was wel leergierig, maar ik had zo mijn favoriete vakken en mijn minder favoriete vakken. Dus wiskunde, dat lag mij niet zo, om het maar zo te zeggen. Maar ja, geschiedenis, aardrijkskunde en talen. Ik ben echt een alfa man. Ja, wereldoriëntatie. Ja. Ja, nou, ik doe met je mee. We hadden het over het gezin en je broers en zussen. Was het een groot gezin? Ja, eigenlijk wel. Zeker voor deze tijd. Ik ben het zevende kind in het gezin. Mijn vader was eigenlijk al wat ouder toen ik geboren werd. Wat is wat ouder, Kees? Nou, ik vond het altijd wel grappig om te zeggen, en dat kan ik nu ook nog een keer iets sterker zeggen. Mijn vader is geboren in de voorvorige eeuw. Dus in 1898 was hij geboren. Ja. Een oude vader dus. Ja, ja, inderdaad. En ik ben nummer 7 in het gezin. Dat was wel een grote eenheid. Zeker als je dat vandaag de dag bekijkt. Ja, opgegroeid met 6 broers en zussen. Nou, niet helemaal met 6. Want de oudste zoon, de eerstgeborene van mijn ouders, is eigenlijk op heel jonge leeftijd overleden. Die was 4 jaar. Toen is hij overleden. En ja, dat is in 1941 geweest, dat ook in de oorlogsperiode. Dus het heeft best wel impact gehad op mijn ouders en daarmee ook wel op ons. Ja, jij hebt dat jongetje nooit gekend. Het was de facto je oudste broer die je nooit gekend hebt. Dat heeft op jou dan minder indruk gemaakt als op je ouders. Jij was het jongste jongetje. Had je het gevoel van dat die schaduw daar was? Nou, een schaduw is misschien een groot woord, maar wat ik mij herinner is dat, ja, zo af en toe had men het over grote Gerard, zo noemden ze hem. De jochie heette Gerard, die was overleden, dus die noemden ze grote Gerard. En op zondag kwam het vaak voor, dan werd ik als klein kind achter op de fiets bij mijn vader gezet en dan fietsten we naar het kerkhof om daar het graf te bezoeken. Dus ja, dat krijg je toch mee en wat voor een impact dat heeft, dat is toch moeilijk in te schatten voor jezelf. Ja, je vertelt, je ging achter op de fiets bij je vader. Dat impliceert, dat roept automatisch een warm beeld op. Je vader was 53 jaar ouder dan jij. Toen jij 17 was, maak nu even de sprong, ik ga zo dadelijk wel weer terug. Maar toen jij 17 was, had je een vader van 70. In die tijd, tegenwoordig blijven, ik spreek maar even namens ons ouderen, blijven lang jong. Maar in die tijd, Kees, was een man van 70, was een eigenlijk een oude man. Hoe heb je dat ervaren? Was er een grote afstand? Had je het gevoel dat je een oude vader had? Nou, ik wist wel dat hij op leeftijd was. Voordeel was dat mijn vader eigenlijk altijd wel vrij vitaal was. En ook toch wel geïnteresseerd in de dingen die hier gebeurden. Hij was bij de tijd ook wel van een lolletje hield en zo. Dus wat dat er gaat, heb ik dat niet zo ervaren. Als ik dan mijn oudere broers en zussen wel eens hoorden praten, dan zeiden ze, nou, jij bent de verwende jongste. Volgens mij krijgt ieder jongste kind dat etiket wel opgeplakt. Hij was wel minder streng ten opzichte van mij dan de ouderen dat ervaren hebben. Ja, je glimlacht, je hebt gewoon een plezierige herinnering aan die tijd. Ja, zeker. Gaan we daar even terug. Die katholieke school waarvan je zei, daar zat al automatisch het voortgezet onderwijs aan vastgeplakt. Dus je rolde daar zomaar in door. Ja, klopt. Naar de MULO en vervolgens naar de MAVO-HAVO. En daar ben ik gewoon doorheen gerold. Ik was een gewone doorsnee-leerling. Geen hoogvlieger, ook niet dat ik door de bodem zakte. In 69 heb ik mijn diploma gehaald en kabbelde allemaal een beetje voort. Ja, maar ja, al kabbelend moet je dan toch wel besluiten wat je met dat diploma gaat doen. En waar kabbelde het toen heen? Ja, toen heb ik uiteindelijk gekozen voor geschiedenis. Ja. Om geschiedenis te gaan studeren. Ik heb lang getwijfeld tussen rechten en geschiedenis. Het probleem was alleen dat je op dat moment, en dat is al wel een hele tijd geleden, Wim, moest je een gymnasium alfa hebben.
wilde je geschiedenis gaan studeren. En nou, dat had ik niet. Ik kon vanuit de HAVO wel naar het Atheneum, maar dat was ook nog niet voldoende om geschiedenis te gaan studeren. Ja, uiteindelijk vond ik, en dat was een hele mooie vondst, dat ik in Groningen de academische opleiding kon volgen. Alleen aan het eind van de opleiding kreeg ik niet het doctoraal, maar kreeg ik een diploma dat ik eerstegraads bevoegd was om les te geven in geschiedenis. Maar je volgde wel dezelfde academische colleges, ja, als aan de reguliere universiteit. Ja, ja, klopt. Dat was mooi. Daar heb je geluk mee gehad. Daar heb ik ongelooflijk veel geluk mee gehad. En ik heb dat ook als heel waardevol verder rest meegenomen in mijn leven. Ik heb daar veel geleerd. Ja. Ja. In Groningen gestudeerd, heeft misschien nog een beetje een plekje in je hart. Ja, zeker. Ja. Ik ben nog kort geleden nog een lang weekend in Groningen geweest. Want de universiteit bestond 410 jaar, dus dat was een jubileum. En er was wat bijeenkomsten van oud-studenten. Dus ja, dan springt het hart weer even open, laat ik het maar zo zeggen. Ik geloof het, want ik hoor nogal vaak van jongelui dat ze eerst een stad uitzoeken en dan hun studie. En dan is Groningen een heel populaire stad om te gaan studeren. Kees. Ja, als ik daarop in mag haken, Wim, dat was natuurlijk ook een tweede voordeel. We leven in die tijd dat jonge mensen eigenlijk, terecht of niet terecht, maar toch wel graag het huis uit wilden. Ja. Tegenwoordig is dat heel anders. Maar Groningen was ook lekker ver weg. Dus, en niet dat ik last had van dat ik het huis uit wilde of wat dan ook. Maar het was toch wel plezierig om een eind weg te studeren. Oké. Okay. Maar dat plezier heeft je er niet van willen houden om het keurig op tijd af te ronden. Inderdaad, ja. Als ik zo vrij mag zijn. Je bent een man met een groot gevoel voor humor. Maar ik zou je niet direct als frivool omschrijven. Jij hebt altijd een aureool van een zekere ernst en serieusheid om je heen. Dat was toen ook al zo? Dat denk ik wel, ja. Ja, ik denk dat het een beetje bij mijn karakter hoort. En daarbij komt, moet ik ook wel zeggen, dat de meeste mensen hier in Papendrecht mij kennen in mijn rol als burgemeester. Is helemaal waar. En dat heeft ook een effect. Ja, dat is waar. Wij hebben elkaar nu al heel wat jaren ook op een andere manier leren kennen. Even tussendoor. De eerste keer dat ik jou helemaal buiten je rol zag, niet helemaal, maar dat ik een heel andere Kees zag, dat was in Blomberg. Met die Marda en ik, met Marjan, dat we elkaar daar troffen. Dat was zo ontzettend gezellig. En ik keek toen met verbaasde ogen. Hé, dat is ook de burgemeester. Toen we staan zingen in dat koor. Ja. Ja, 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 schitterend. Ja, ja. Ja. Prachtig. Maar dat is een heel stuk verderop. Daar komen we nog. Je had dus die bevoegdheid om eerste graads les te geven. Op zich prachtig dat je dat op zo'n manier hebt kunnen realiseren. Maar daarmee was je toekomst eigenlijk ook een beetje uitgetekend. Ja. Veelal ging men, als men geschiedenis gestudeerd had, het onderwijs in. Ja. Voor x aantal jaren. Er zijn ook vele mensen die heel andere dingen zijn gaan doen. Dus het is eigenlijk een hele mooie algemene opleiding die je krijgt, waar je heel veel dingen mee kunt doen. En je krijgt iets mee van relativering, lange termijn denken en dat soort dingen. Je kunt er veel mee. Op zich geschiedenis. Wat motiveerde je om geschiedenis te gaan studeren? Ik moet zeggen dat mijn vader vroeger altijd wel, die was een echte verteller. Die kon mooi vertellen, interessant vertellen, leuk vertellen. En die vertelde dan over de dingen die hij meegemaakt had in zijn leven, of over zijn eigen jeugd en de familie, ook over de oorlogsperiode. En dat vond ik altijd razend interessant. Toen kwam ik op de middelbare school bij een docent terecht, die in 4 en 5 HAVO, die ook heel goed les gaf en vertelde over met name de naoorlogse periode. Dus en de internationale politiek, diplomatie, geweldig. Dat boeide mij, dus dat ging erin als koek. Ja, mooi. Je hebt dus uiteindelijk, mag ik wel zeggen, het vak gekozen, de studie gekozen.
die je paste. Ja, die bij helemaal. Je ja, helemaal. Ja. Mooi. Je wordt leraar, want ja, dat is je bevoegdheid. En in die tijd hadden we geen tussenjaren. Nee, je moest aan de slag. Ja, ja. Dus dat, en waar werd dat? In Goijkum ben ik gaan werken, aan de Oudehoven. Hier in de streek wel bekend, de Oudehoven in Goijkum. En daar kwam ik eigenlijk al vrij jong voor de klas. Ja. En dat ging op zich goed. Ik had verder geen ordeproblemen. Wat ik wel moest doen, en dat was wel even een opgave. Ik moest datgene wat ik academisch gestudeerd had, moest ik gaan vertalen naar een lager niveau. Ja, ja. En dat kostte me wel enige moeite, maar uiteindelijk is dat allemaal perfect gelopen. Ja, Kees, dat komt langzamerhand, die overgang naar de politiek. Maar voor we zover zijn, je kent de standaardvraag. Is er nog een bepaalde plek in Papendrecht die je extra aan het hart gaat, waar we dan even gaan kijken? Ja, daar heb ik natuurlijk over na lopen denken, Wim. Er zijn vele plekken die mij aan het hart gaan, maar jij moet er toch één uitkiezen. Ja. En toen kwam ik eigenlijk op de gedachte om te kiezen voor het Lancaster Monument. Ja. Omdat, enerzijds uit respect voor de mannen die daar hun dood gevonden hebben. Anderzijds ook omdat ik daar zelf nogal intensief mee bezig geweest ben in het voortraject van het bergen van dat vliegtuig. Dat is een gigantische operatie geweest. Dus ik vond het wel mooi om daarvoor te kiezen. Dan gaan we daar kijken. Het past heel mooi bij jou. En je weet vanuit mijn eigen achtergronden dat ik blij ben met de keuze die je maakt. We gaan even kijken bij het Lancaster Monument. Prima. Wat leuk. Ja, Kees, dit is de plek waar jij graag naartoe wilde. Hier heb je iets mee. Niet alleen, denk ik, omdat het de Tweede Wereldoorlog betreft, maar ook je persoonlijke betrokkenheid. Jazeker, Wim. Ik moet zeggen dat als historicus natuurlijk sowieso de Tweede Wereldoorlog voor mij ook belangrijk is. Maar hier had ik toch wel een bijzondere relatie mee. Omdat ik toen ik in Papendrecht kwam als burgemeester, geïnformeerd werd over die Lancaster die hier neergestort was. Daar wilde ik absoluut meer van weten natuurlijk. Dat kun je je voorstellen. Ja, absoluut. Maar niet alleen meer weten, je wilde ook actie nemen, krijg ik de indruk. Ja, want ik werd ook geïnformeerd over de woningbouwplannen hier in de Oostpolder, die verder in ontwikkeling waren. En mij werd verteld van ja, dat vliegtuig dat ligt er, nou dat laten we gewoon liggen en we bouwen eromheen en we houden die plek wel een beetje open als speelplek of iets dergelijks. Dat vond ik nogal vreemd en opvallend, dus ik dacht, ik moet er meer van weten. Dus ik heb contact opgenomen met de luchtmacht en die hebben een speciale afdeling voor dit soort gevallen, voor bergingsoperaties. En gaandeweg is eigenlijk een proces op gang gekomen om die Lancaster toch te gaan bergen. En dat is onder leiding van de luchtmacht gebeurd. Maar wij moesten hier in Papendrecht zelf natuurlijk een nodige regelen. Ja. En dat was toch een vrij ingewikkelde situatie, moet ik zeggen. Want er moest een hele damwand geslagen worden van 40 bij 60 meter. En er moest water... Ik ben geen technicus, hoor, Wim. Nee. Maar water moest dan uit die rechthoek gepompt worden. Maar dat mocht ook weer niet te snel, want er ging de hele boel omhoog. Want door de druk in de grond, ingewikkeld, allerlei vergunningen bij de gemeente. Toen uiteindelijk de berging realiteit werd, moest de scheepvaart stilgelegd worden, de A15 werd afgezet, luchtverkeer moest omgeleid worden, want men wist niet zeker of er nou nog explosieven in zaten of niet. Spannend. Was geweldig spannend. Ik heb enorm veel hulp gehad, fantastisch, van een aantal ambtenaren die in een projectgroep bij mij zaten. Dus we hebben wel en ook een paar Papendrechtse burgers, hè? De familie van Wijngaarden, van de Giezen, die waren daar zwaar bij betrokken, had ik altijd in. Maar meer bij de aftermatch, zou ik maar zeggen. Want de berging als zodanig, dat stond duidelijk onder auspiciën van de luchtmacht. Het is gelukt. Uiteindelijk hebben we dus het monument kunnen onthullen.
laten ontwerpen met Van Wijngaarden en Van de Giessen en dergelijke. Die hebben daar een heel belangrijke rol in gespeeld. Ontwerp van het monument, plaatsen van het monument, onthullen en de hele ceremonie eromheen. Ja. Erg indrukwekkend geweest. Een beetje een morbide vraag, maar werden er dan ook nog stoffelijke resten gevonden uiteindelijk? Nou, ik ben het met je eens. Het is een beetje een morbide vraag. En laten we dat maar even buiten beschouwing laten. Ja, dan laten we dat buiten beschouwing. Dan moet iedereen maar zelf invullen. Het is wel zo dat de bemanning ligt begraven. De resten van de bemanning in ieder geval liggen begraven op ons eigen begraafplaats. Dat vind ik altijd weer indrukwekkend, Wim. 7 mannen die hun leven gegeven hebben voor onze vrijheid. Hè? Ja. En ik ben natuurlijk heel nauw betrokken geweest bij die bergingsoperatie. Dat heeft me geraakt en het raakt me nog steeds als ik daar over praat. Sowieso over mensen die eigenlijk de oorlog ingestuurd worden. Die voor onze vrijheid gevochten hebben. Waar we toch vaak, als ik zo om me heen kijk, wat nonchalant mee omgaan. Kees, kan je je dan voorstellen dat we nu weer zo bezig zijn in de wereld? Zullen we het daar een beetje belaten, maar 2 oude kerels die toch een beetje bedroefd terugkijken. Mooi dat dit prachtige monument zo in het herfstlicht daar ligt. Dat we herdenken. Maar ik denk dat we allebei wel gehoopt hadden dat het bij het herdenken van deze oorlog zou blijven. Ja. En daar ziet het niet echt naar uit. Ja. Nou, en als je dan kijkt wat er in Oekraïne gebeurt, dan wordt daar weer gevochten eigenlijk voor onze vrijheid. Deed je dat goed, Kees, dat leraarschap? Legde je daar je hart een beetje in? Jazeker, ja. Ik moet zeggen dat sowieso de dingen die ik bewust aanpak, die wil ik goed doen. Ja. Dus daar besteed ik tijd, energie en aandacht aan. Ik hou niet van half werk. Niet altijd plezier voor mezelf of voor mijn omgeving, maar zo is het wel. En ik heb er heel veel plezier gehad met contact met die leerlingen. Oké, Kees, maar dan we zouden urenlang met elkaar kunnen praten, maar die ruimte hebben we niet. Ik moet naar de politiek. Wanneer kwam die in je leven, die politiek? Nou, eigenlijk al een beetje in Groningen. En dat was toch wel, sloot ook wel een beetje aan met de politieke discussies die we thuis ook wel eens hadden. Maar in Groningen ging ik op een gegeven moment naar de eerste fase van mijn studie meedoen met een zuiver wetenschappelijk onderzoek traject. Van een hoogleraar die als leerstoel had hedendaagse geschiedenis. Dus dat was geschiedenis na 1945. Nou, en we leven dan rond 1970. Dus dan zie je dat het eigenlijk een vrij beperkte periode is. En hij was politiek actief. Hij organiseerde ook debatten in de periode van de polarisatie tussen Wiegel en Den Uyl. Maar hij zette ook samen met de studenten, met ons, een documentatiecentrum Nederlandse politieke partijen op. En dat vond ik toch wel mateloos interessant. Ja, daar dook je in. Jij ging klussen voor hem doen? Of, Wij deden als studenten deden we onderzoek, zoals dat natuurlijk vaak gaat op de universiteit. Als studenten doen het onderzoek en de hoogleraar die zetten zijn naam onder. Ja. Maar goed, zo werkt dat. Dat geeft ook niet. We gingen bijvoorbeeld oud nog levende politici en bestuurders interviewen. Ja. Een voorbeeld is Drees senior, de vadertje Drees. Die heb je ontmoet? Die heb ik ontmoet. Die hebben we geïnterviewd. En de interviews gingen dan in de kluis. Totdat de afspraak die gemaakt werd, wanneer het geopenbaard mocht worden. Ja. Maar zo hebben we dus ik hoor het gesnik van Timmermans al, dat Drees jou toch niet tot die partij heeft weten over te halen. Nou, maar Drees kreeg in zijn latere leven ook twijfels over de Partij van de Arbeid. Dus heeft uiteindelijk zijn lidmaatschap daar ook opgezegd. Maar ongelooflijk interessant man natuurlijk. Met een geweldige verdiensten voor Nederland. Heb jij die bizarre discussies tussen Wiegel en Den Uyl nog zelf meegemaakt? Ja, jazeker. Ja. De bekende scène van iedereen kent hem denk ik wel. Dat Wiegel op een gegeven moment zegt, dames en heren, Sinterklaas bestaat. Daar zit hij. En dan wijst hij naar Den Uyl. Dus dat was zo schitterend. Ja. Ja. Goed, je bent lid geworden van de VVD. En wanneer werd je actief? Ik ben in 1982 lid geworden. En eigenlijk daar vervolgens gelijk al een beetje actief.
eerst in eenvoudige dingen folderen en dat soort dingen, hand- en spandiensten. Maar al heel snel, ja, ik zei het al, wat ik doe, dat wil ik graag goed doen. Dus ik dook erin en ik dook erop. Dus ik werd al vlug in bestuur opgenomen, afdelingsvoorzitter. En nou, dan rolt het balletje verder door. Waar woonde je toen inmiddels? Toen woonde ik inmiddels in Nieuwegein. Nieuwegein. Ja. Want ja, want daarvan herinner ik me, want zo lang is het natuurlijk ook allemaal niet geleden, daarvan herinner ik me, je kwam daar vandaan toen je naar Papendrecht kwam. Klopt, ja. Ik weet daar het een en ander van. Je werd al, je werd raadslid, je werd gelijk fractievoorzitter. Je deed het goed. Ik denk dat ik dat gewoon zo mag stellen, want je werd in no time ook gevraagd als wethouder. Dat heb je heel wat jaren gedaan daar, met moeilijke, moeilijke portefeuilles. En je partij groeide, ondanks dat je niet altijd aan de populaire kant stond als het om maatregelen ging. Hoe kijk je daarop terug? Ja, je omschrijft het mooi, Wim. Het was een hele intensieve periode. Dat was, ik kreeg er ook heel veel energie van. Normaal gesproken had ik werkweken van 80 uur in de week, maar geweldige projecten, geweldige mensen om mee samen te werken. En ik heb een enorm leerzame periode daar gehad. Eigenlijk had ik het gevoel van, ja, nu zit ik op een plek waarin me helemaal senang voel, helemaal thuis voel. En ik de dingen die ik in me heb naar buiten kan brengen. Ja. Dan komt Abraham langs. Je kijkt me wat verbaasd aan. Maar jij bent hier gekomen in 2001. Je bent geboren in 1951. Dus ergens was het nog een scharnierpunt. Rond de 50, ik ben nu 10 jaar wethouder. Je kon een keuze maken, denk ik. Landelijke politiek. Daar heb je niet voor gekozen, voor die landelijke politiek. Nee, ik heb binnen mijn partij, de VVD, veel cursussen gevolgd. Ik was op een gegeven moment ook voorzitter van de provinciale VVD. Dus ik zat ook dicht tegen de landelijke politiek aan. Ja. Ik volgde een topkadertraining. Heb ik bijvoorbeeld samen met iemand als Henk Kamp gedaan. En Henk zei ja toen hem gevraagd werd om lid te worden voor de Tweede Kamer. En ik heb toen gezegd nee. Ik gaf er de voorkeur aan om lokaal bezig te zijn met de lokale mensen en direct resultaten zien van mijn inspanningen. En ik denk dat je als Kamerlid heel lang moet wachten totdat je een echt resultaat ziet van al je inspanningen. Dat brengt me tot de conclusie dat je dan toch meer een mensenmens bent dan je misschien wel eens doet blijken. Daar zit je niet ver naast. Ja. Die factor, dat aspect van dicht bij de mensen iets direct kunnen betekenen voor. Mooi, mooi om te horen. Je gaat naar Papendrecht. Hoe gaat zoiets, vraag ik me dan af. Je bent wethouder, word je gebeld, lees je ergens een advertentie, hoe gaat dat? Ja, nou ja, je gaf net al aan, je staat op een gegeven moment voor een keuze. Wat doe je? Ga je door als wethouder? Ga je wat anders doen? Nou, ik, op een gegeven moment, ook in de contacten binnen de partijen, mensen in mijn omgeving zeiden van, joh, je moet doorstromen, je moet eens gaan kijken naar een burgemeesterschap. En dan wordt er een advertentie onder je aandacht gebracht. Dan ga je kijken in zo'n plaats, in dit geval Papendrecht. Ik ben aanwezig kijken, nou, dat sprak me wel aan. Ik zag een heleboel overeenkomsten met de omgeving waar ik verder tot ontplooiing was gekomen in Nieuwegein. Dus dat sprak me wel aan. Brief geschreven naar Hare Majesteit, kopie naar de commissaris van de koningin. En dan komt er een selectieprocedure, gesprekken met de commissaris, gesprekken met afgevaardigden van de gemeenteraad, de fractievoorzitters. En uiteindelijk is er voor mij gekozen. Ging dat toen net zoals nu? Nee, dat ging wat anders. Ik ben eigenlijk in de provincie Zuid-Holland de laatste kroonbenoemde burgemeester oude stijl. Dat was wel inspraak van de gemeenteraad, maar uiteindelijk lag de eindbeslissing bij de commissaris. En tegenwoordig is het zo dat het net andersom is. Ja, precies. Maar jij bent dus de laatste kroonbenoemde burgemeester oude stijl. Ja. Ja,
was op zich al een eer. Inmiddels had je ook Imarda leren kennen, al geruime tijd ervoor eigenlijk. Wanneer was dat? Dat was 1985. 1985. Ja. Wij kennen haar natuurlijk. Je bent samen met Imarda hier gekomen. Hoe zag je gezin er toen zo uit? Nou, we hadden beide een huwelijk achter de rug. Imarda had 3 kinderen en ik had 2 kinderen. De jongste 2 van Imarda waren ongeveer van dezelfde leeftijd, bijna dezelfde dag van geboorte dan die van mij. En die groeiden op, die kinderen. Ik heb 2 dochters, zij had 2 zonen en een dochter. Ja. En uiteindelijk, dat liep lekker, maar ik was ook wel heel erg veel bezig met mijn werk, moet ik zeggen. Dat verwijt kreeg ik ook wel eens naar mijn hoofd geslingerd van, ben je niet te druk met andere dingen in plaats van met je gezin, je relatie en dergelijke. Probeerde dat zo goed mogelijk te combineren. Een wat sukkelige vraag, maar zijn jullie hier dan met de 5 kinderen naartoe gekomen? Nee. Toen wij hier naartoe kwamen, toen waren de kinderen eigenlijk allemaal zelfstandig. Die waren toen al allemaal. Ja, want ik herinner me jullie gewoon al als het echtpaar de Bruin. Ja. Kees en Imarda. Ja. Over Imarda komen we zo dadelijk toch nog even te spreken. Want je was niet alleen de laatst kroonbenoemde burgemeester Oude Stijl. Je vulde het vak ook wel een beetje in die Oude Stijl als burgemeester, samen met Imarda. Wat ik alleen maar enorm positief heb gevonden. Trouwens, je opvolger Margreet van Driel is ook heel vaak en heel trouw vergezeld door haar partner. Mensen vinden dat toch wel tuurlijk plezierig. Ja. Maar goed, Papendrecht, makkelijke stad? Ogenschijnlijk wel. Ja, ik... Papendrecht is een plezierige gemeente om te wonen, te leven, te werken. Maar politiek bestuurlijk, best wel een uitdaging. Ja. Was het anders, wethouder zijn of opeens het college voorzitter als burgemeester? Het burgemeesterschap is een totaal andere rol als het wethouderschap. Ja. En dus... Ja, je moet echt burgemeester geweest zijn om te weten wat het inhoudt. En ook te voelen dat het iets anders is als het wethouderschap. Als wethouder heb je portefeuille en ben je met beleid en met projecten bezig. Als burgemeester ben je geen politiek persoon. Je bent een bestuurder die eigenlijk moet schakelen over een heleboel dingen. En... laat het maar gewoon zeggen, de boel bij elkaar houden. Hè? Ja. Je moet het college bij elkaar houden. Je moet de raad met alle fracties bij elkaar houden. Je hebt te maken met het ambtelijke organisatie. Je hebt te maken met de samenleving in al zijn geledingen. Je hebt te maken met de buitenwereld, buiten de gemeente, allerlei overleggen. Als burgemeester specifiek natuurlijk ook openbare orde en veiligheid. Ja. Nou kijken mensen naar een burgemeester toch nog wel... steeds een beetje in de sfeer van als de burgemeester het zegt, dan gebeurt het ook. Maar het ligt denk ik toch iets genuanceerder. Het is mooi als de burgemeester het zegt dat het ook gebeurt. Ja. Maar dat is niet altijd het geval. Want uiteindelijk zijn het de wethouders die primair verantwoordelijk zijn voor het beleid en het bestuur. En uiteindelijk natuurlijk de gemeenteraad die de beslissingen neemt. Maar als je als burgemeester veel schakelt en verbinding houdt met al die elementen die ik net noemde, dan kun je wel heel veel invloed uitoefenen. Op de samenleving? Op de samenleving en ook wel op de gang van zaken. Maar ja, dat moet je wel heel genuanceerd doen en in goed overleg en laten zien dat... bepaalde dingen toch een nuancering vragen. Ja. Kees, dat laten we even voor wat het is. Je rol als burgemeester, een soort rollercoaster lijkt me zo, want er komt van alles op je af, dat gaf je net al aan. Er komen hoogtepunten op je af en dieptepunten op je af. Mag ik eens vragen naar zo'n... wat zie jij als een hoogtepunt in je burgemeesterschap? Een hoogtepunt en dieptepunt wisselen elkaar natuurlijk af. Als het belangrijk gebeuren vind ik wel het project Papendrecht 900. Ja? Wat ik in het begin van mijn burgemeesterschap
initiatief toegenomen heb. Eigenlijk ook voor een groot deel zelf ja, als een soort projectleider heb moeten trekken. Maar het idee van 900 jaar Papendrecht niet samenvatten in een feest van een week lang consumeren iedereen, maar zeggen een jaar lang mensen uitdagen om zelf initiatief te nemen, om zelf met andere mensen waar ze normaal gesproken waarschijnlijk weinig contact of samenwerking mee hebben, om samen met andere mensen iets te organiseren voor andere mensen. En eigenlijk is dat het credo van Papendrecht 900, van, voor en door Papendrechters. Dus eigenlijk die verbinding maken, stimuleren dat de sociale samenhang in de gemeenschap groter wordt. Dat vond ik eigenlijk een heel mooie start aan het begin van mijn burgemeestersperiode. En eigenlijk ook een aanzet om aan te geven van, ja, zo zit ik erin en zo ben ik bezig. Die communicatie met de klok die waarschuwt ons weer, de tijd gaat door. Die communicatie met de samenleving, die pakt je graag zelf op. Jazeker, ja. Ik vind dat je als bestuurder sta je met één been in het gemeentehuis. Althans op lokaal niveau natuurlijk. Met één been in het gemeentehuis en één been buiten het gemeentehuis. En als bestuurder ben je gekozen, ben je benoemd, moet je naar voren treden. Ja. En moet je aangeven, mijns inziens, waar je voor staat. Ja. En moet je het contact hebben met de samenleving om te weten hoe de samenleving erin staat. Ja. En dat kun je alleen maar doen door naar voren te treden en met mensen en organisaties in contact te treden. Je schrijft niet zo makkelijk een voorlichter naar buiten. Absoluut niet. Nee. Absoluut niet. Nee. Kees, dat was een hoogtepunt waar ik zelf met plezier aan terugdenk. Ik zie mijn oude vader nog tekenen, meedoen aan die wedstrijd om een mooie munt te ontwerpen. Ik vond dat hij wel een prijs had verdiend. Ik heb ze nog liggen, die ontwerpen. Mooi. Papendrecht 900. Mogen de mensen nog eens even weten. Papendrecht 900. Het is maar wat. Hoogtepunt. Dieptepunt. Nou ja, een eerste dieptepunt was natuurlijk dat ik in. Ik werd in 2001 geïnstalleerd op dinsdag 17 juli. En drie dagen later zat ik compleet in mijn rol als burgemeester. Want er was een ramp op het winkelcentrum De Meent. Ja. Daar was een lekkage bij een stomerij. En daar kwam gas vrij. En dat gas was in die oude bebouwing van De Meent van destijds helemaal verspreid. Dus mensen waren onwel geworden. Dus de hele Meent moest ontruimd worden, geëvacueerd worden. Mensen moesten uit winkels, personeel moest weg. Mensen moesten uit de woningen. Politie zette het af. De brandweer kwam erbij met gaspakken. Kortom, je kon nou, er tegenaan. Ongelooflijk. De derde dag, ik kende niemand. Ja. Ik kende niemand van al die mensen die normaal gesproken als burgemeester bijstaan om zoiets te handelen. Ja. Dus ik kreeg gelijk een vuurdoop. Ja. Ja. Maar je hebt het overleefd. Ik heb het overleefd, ja. En, ja. Maar dat was niet. Het zou wat merkwaardig zijn als dat ook gelijk je grote dieptepunt was. Ik vraag toch nog even door. Wat heb je in die. Want uiteindelijk ben je 15 jaar burgemeester ja. geweest. Hè? Dat kunnen we nu terugkijken en zo ja. vaststellen. Je bent 15 jaar burgemeester geweest. Dat hoogtepunt, dat houden we vast. Maar ja, niet om nou in alle wonden te wrijven, maar toch, wat heeft je heel erg geraakt in die 15 jaar in negatieve zin? Nou, privé even een jaar later, toen ik met het nieuwe college twee dagen weg geweest was om ons te oriënteren op de komende 4 jaar. Op weg naar huis kreeg ik een melding van, is brand in je huis? In Nieuwegein. Dus dat. Je woonde toen nog in Nieuwegein? Ja, ik pendelde toen nog op en neer naar Nieuwegein, want ik had hier wel een plek gevonden om te gaan wonen, maar dat moest nog gerealiseerd worden. Dus eigenlijk op de dag dat de eerste paal geslagen werd, kreeg ik te horen dat brand was in mijn woning in Nieuwegein. Dat was natuurlijk toch wel. Direct was die woning helemaal onbewoonbaar. Het was helemaal vol met roet. En daar sta je dan, Wim, op straat met het enige wat je hebt, is datgene wat je aan hebt.
Ja. Dus je moet vervolgens nog nieuwe kleding, et cetera, kopen. Dat was toch wel iets met een grote impact. En iets anders wat ook een hele grote impact had. Dat was eigenlijk aan het einde van 2005. Dat was de afsluiting van 900 jaar Papendrecht. Dat was erg succesvol geweest. Kwam er toch wel een politieke crisis in Papendrecht. Er ging een wethouder weg. En in december ging er nog een wethouder weg. Dat betekende dat we de jaarwisseling ingingen met nog maar één wethouder. Maar wettelijk gezien valt dan alle bevoegdheid van het college aan de burgemeester toe. Dus in januari, na de nieuwjaarsrecepties, et cetera, stond ik daar als burgemeester er alleen voor. Ja. Dat was een behoorlijke politieke crisis, omdat men eigenlijk ook niet meer politiek on speaking terms was. En toen kwam er overheen ook nog het bericht dat plotseling de dochter van Imada overleden was. Jouw stiefdochter. Stiefdochter, ja. Afschuwelijk. Ja, dat is intens verdrietig natuurlijk, heftig geweest. En ja, hoe ik dat eigenlijk nog gehandeld heb, dat weet ik nu nog niet. Maar aan de ene kant was je bezig om de politiek gaande te houden. En aan de andere kant was je bezig om de thuissituatie en zelf het verdriet te verwerken of een plek te geven. Dat is wel heftig geweest. Ja, dat hoeft verder geen betoog. We hadden het over Imbar, daar kom ik zo op terug. Eenzaam was je niet, maar misschien als burgemeester. Heb je wel eens alleen gevoeld als burgemeester? Als burgemeester wel, ja. Maar ja, ik had in die maanden een geweldige steun. Dus echt eenzaam was ik niet. Maar wel, het is toch een functie waar je uiteindelijk op persoonlijke titel verder moet. Kijk, als je in de politiek zit, als je wethouder bent, dan heb je nog een fractie om je heen. Ja. Als burgemeester heb je geen fractie om je heen. Sta je er uiteindelijk alleen voor. Ja. En dan is het ongelooflijk belangrijk dat je een thuisfront hebt wat je daarin steunt. Ja. En dat had ik gelukkig. Ja, ja, dat had je zeer zeker, alhoewel Imada toen ook heel, heel verdrietig moet zijn geweest. Daar wil ik verder niet op ingaan. Ik wil even denken aan jou en Imada, die we altijd als een twee-eenheid overal hebben gezien en nog wel heel vaak zien. Imada vulde dat prachtig in, ze had zelf ook een baan. Hoe heeft ze dat ervaren? Het vrouw zijn van de burgemeester? Nou, zij wilde zich niet voorstaan op het feit van ik ben de vrouw van de burgemeester. Integendeel, maar ze wilde gewoon betrokken zijn. Ze wilde weten wat er speelde. Ze wilde mij steunen, wat ik ook heel fijn vond. Dus deed ze trouwens in Nieuwegein ook al, maar hier in Papendrecht heeft ze dat ook al. Ze volgde altijd de raadsvergaderingen. Sorry, wat zeg je? Ze volgde altijd de raadsvergaderingen. Ze volgde altijd de raadsvergaderingen vanuit thuis op de laptop? Nee. Gewoon, ze was aanwezig. Imada kwam iedere keer naar de Als er een raadsvergadering was Imada er altijd. Ja, ja. Op de publieke tribune en zo langzamerhand kwamen er ook wel wat andere mensen bij. Dus er zaten daar een paar mensen. Dan volgden ze gewoon wat er besproken werd. En dat gaf haar een stukje sfeerinvulling. Ja. En inhoud, een sfeerinvulling. En het gaf mij een mooie feedback. En over praten en vertellen wat eigenlijk nog meer speelde, of hoe dan ook. In ieder geval, ze leefde heel erg mee. Ze wilde zich nooit met politiek bemoeien, maar ze leefde wel heel erg mee. En dat deed ze op die manier. Mooi is dat. Kees, we hebben het vrij sterk gehad over de menselijke aspecten. De eigenschappen die je als burgemeester moet hebben, als verbinder, et cetera. Wordt daar tegenwoordig nog goed op gelet, vind je? Bij de benoeming van een burgemeester? Ik kan daar natuurlijk moeilijk over oordelen, Wim, want ik zit daar niet bij. Het zijn altijd vertrouwelijke trajecten. Maar ik denk dat het wel moeilijk is voor mensen die in dat selectieproces zitten, als vertrouwenscommissie, als afgevaardigde van de gemeenteraad,
om precies te beoordelen wat nou de rol en de functie van een burgemeester is. Ja. Ik zei het al eerder, je moet eigenlijk burgemeester geweest zijn om dat te weten en te voelen. Want je doet maar eigenlijk een beperkt aantal dingen voor het oog van iedereen. En het meeste doe je eigenlijk gewoon in de dagelijkse gang van zaken door contacten te leggen, contacten te onderhouden, te verbinden, mensen vooruit te helpen wanneer ze het moeilijk hebben, politiek gesproken. En ja, dat is onzichtbaar. Ja, ja, ja. Maar wel belangrijk. Heel belangrijk. Daarom vind ik ook dat het burgemeester niet gekozen moet worden. Want hij is geen politicus. Nee. Hoe loop je nu door het dorp, Kees? Je bent alweer 8 jaar thuis. Hoe voelt dat? Ben je nog steeds de oud-burgemeester voor je omgeving? Of voel je wat vrijer? Ik heb mij nooit onvrij gevoeld als ik door Papendrecht liep. Ook niet toen ik burgemeester was. Natuurlijk, als oud-burgemeester word ik af en toe nog wel eens herkend, aangesproken of wat dan ook. Maar op een leuke manier. En ik heb ook heel duidelijk een keuze gemaakt samen met die Maarten om hier te blijven wonen. En dan moet je ook bedenken, hoe ga ik daarmee om? Ik heb in de richting van mijn opvolger gezegd van, ik ben burgemeester geweest, nu niet meer. En weg is weg. Dus wat dat er gaat, let ik er ook altijd op dat ik niemand voor de voeten loop. Ja, mooi. Kees, mag ik nog even iets vragen wat mij persoonlijk dwars zit? Ik noemde dat, ik wacht je jaar maar niet af, maar fiets gelijk door. Ik had het er straks over Blomberg, waar ik een keer heb ontmoet. Jij was daar een aanjager van en een voorstander van. En ik denk dat je wel weet, ik heb daar het een en ander ook over geschreven in onze lokale bladen, dat ik het ontzettend jammer vind dat we die stedenband juist in deze tijd waarin Europa onder druk staat zomaar laten verwateren. Hoe kijk je daar tegenaan? Mag ik je dat nog even als uitsmijter vragen? Ja, dat mag je vragen. Ik geef mijn persoonlijke mening. En dat wil niet zeggen dat ik een oordeel of wat dan ook heb over wie en wat dat nu doet. Ik heb dat altijd waardevol gevonden, die contacten. En naarmate de tijd versteekt, steeds meer. Ik vond het ook zeker heel mooi dat de toenmalige burgemeester Klaus Geijsen bij mijn afscheid naar Papendrecht kwam om de gemeenteraad toe te spreken en te vertellen dat de stedenband in die tijd, dat is 2016, en nu zijn we weer een stukje verder en zijn er nog veel meer spanningen in deze wereld, in die tijd al zo belangrijk was om die contacten te onderhouden. Je moet als lokaal bestuur ook over die grenzen heen kijken, in je directe omgeving natuurlijk naar de regio, maar het is ook heel goed om contacten te onderhouden met een stad in het buitenland. En als burgemeester kun je daar de aanjager van zijn en de stimulator zijn, maar uiteindelijk moeten de mensen het doen. En ik heb vele mooie initiatieven vanuit de samenleving gezien die daar vorm en inhoud aan gegeven hebben. Ja. Ik herinner me dat wij, toen jij er was in Blomberg, de Ponteniers daar hun 10-jarig jubileum vierden. Ja. En wat hebben we daar een lol gehad. We hebben een lol. Kees, helemaal buiten de orde, maar Papendrecht kent 4 ereburgers. Er zitten er hier 2. Mogen wij als 2 ereburgers van Papendrecht een beroep doen op onze gemeente om het toch niet te laten gebeuren dat we Blomberg helemaal kwijtraken? Ik zou het jammer vinden als we Blomberg helemaal kwijtraken. En het zou wat mij betreft een aanbeveling zijn van gemeenteraad. Overweeg dat nog eens, heel nadrukkelijk. Maar uiteindelijk beslist de gemeenteraad. Absoluut. En we kunnen weinig anders doen, Kees, als 2, ik ga niet zeggen oude mannen, maar toch wel oudere mannen, dan de vinger een beetje opheffen en kijk naar de wereld zoals die nu in elkaar zit en neem juiste beslissingen. Mijn laatste vraag daarom aan jou, Kees. Hoe kijk je aan tegen die wereld? Ja, ik zie wel een enorme verruwing, een polarisatie. Dat ben ik natuurlijk niet de enige die dat ziet. En we schieten er niet veel mee op. Laat ik zo zeggen, ik vergelijk het wel eens met een huwelijk. Of een goede relatie in een gezin of wat dan ook. Je moet altijd concessies doen, compromissen sluiten en rekening houden met de ander. En
ik heb de indruk dat in de politiek, en zeker als ik naar het Haagse kijk, men alleen maar met zichzelf bezig is en niet meer met, of te weinig, met het besturen van het land. En je zult mij niet horen zeggen dat ze daar niet mee bezig zijn, maar draagt dat dan ook meer uit? Draag minder de tegenstellingen uit en draag meer uit dat je er samen voor staat om dit land of deze gemeente of deze provincie verder te helpen. Kees, dankjewel voor dit openhartige interview. Het was me groot genoegen je als gast te hebben. Jij ook, bedankt Wim. Pleasure.